Hoe slim is mijn vriendin? Ik liet Lien 2 IQ-tests doen om te kijken wat het resultaat was. Dit was het resultaat. YouTube, what up? De madame is erbij gekomen. We gaan vandaag de IQ-test doen van Lien. We hebben 2 soorten IQ-testen. Dus 1 is een IQ-test voor kinderen van 7 tot 10 jaar. Daar slecht op scoort. Ja, dan snap ik het al helemaal niet. Maar dat kan wel, hè. Hoezo kan dat? Anyways, de tweede gaat zijn van de VDAB. Dus dat is een moeilijke. Dus gaan we zullen zien. Ik ben wel benieuwd. Wat denk je dat je gaat scoren, schat? Op dat van kinderen hoop ik genoeg. Maar als je op dat van kinderen... Ik weet niet meer wat ik op mijn 7 tot mijn 10 jaar heb geleerd op school. Hè. Maar dat is basic knowledge, schat. Please. Als je daar niet op goed... Ja, oké. Anyways, we gaan eraan beginnen. Big Boss zit op de stoel. Ik zit op de stoel ernaast. Pak het toetsenbord, pak het muis. Hier staat korte uitleg van de test. In deze opgave... Maar niet praten, hè. Nee. En je gaat mij toch helpen? Nee, ik ga niet helpen. Dat is zot. Kijk, je hebt 5 vragen. Je hebt 30 seconden de tijd voor een vraag te antwoorden. Ik ga je niet helpen, schat. Oké. Had ik dat niet... Welke kleur is de... Wat is de kleur van bloed, oké? Wat is het zoetst? Hey, Marco, is geen wedstrijd, rustig. Dat kan mij allemaal. Waarmee maak ik mijn gat in hout? Een boor, hamer... Een vliegtuig maak je... Ja. Waarmee maak ik mijn beton? Ja, ik ben geen bouwer, hè. Alleen, nee, dan min. Wie kan... Wat kan ziekte veroorzaken? Zeg, dat is nogal moeilijk, hè. Hoe is deze moeilijk? Welke is de langste slang? Ja. Ik leef niet in Egypte, hè. Wat groeit er in bomen? Kokosnoot. Moeilijk, Jesus. Wat wordt er gebakken in de oven? Cake. Dat moet je kunnen, hè. Je zit vaak in de keuken, dus uit. Welke uitvinding deden de mensen eerst? Boten, hè, want dat was in die film ook, Lord of the Rings en zo. Van boten in Lord of the Rings? Nee, een ander dat we hebben gekeken. Welke is het grootste soort hier? Snel. Ah, maar zeg, ik moet hier dat getal typen. Ja, zeg. Jij doet het dan niet, hè? Welk getal ontbreekt in de reeks? Resultaat 20. Wat heb ik dan fout? Je hebt er 3 fout. Je hebt 85% gehaald op een kindertest. Op een kindertest van 7 tot 10 jaar. Ja, ik wist 100 hebben. Je ziet waar de fouten zijn. Antwoorden zien. Goed. Welke maar wel is fout? Waarmee maak ik mijn beton? Ah ja, deze was fout. Zand. Tuurlijk. Wat heb je gedaan? Asfalt. Oké, met asfalt maak je beton. Boys and girls. Ja, ik ben geen bouwer, hè. Wat groeit er onder de grond? Pindas. Ja, wat dat wist jij wat niet. Wat heb je gedaan? Bloemkool. Die wist jij ook niet. Pindas. Die wist je toch ook? Bloemkool is toch boven de grond? Als je een wei ziet van een boer en daar staat bloemkool, dat is toch boven de grond? Wat is geen fruit? Ik had tomaat en het is aardappel. Tomaat is een fruit. Dus jij dacht dat een aardappel een fruit was? Ja, ik had dat niet gelezen. Ja, maar ik zei het toch, Marco? Het is geen wedstrijd. Maar nu komt de big boy. Nu is de IQ-test van de VDAB. Oké, mag ik beginnen? Schat. Maar waar is die muis? Goedelak! Maar nu moet je stil zijn, hè? Ik zal stil zijn. Maar mag ik lachen? Ja. Maar jij mag mij ook helpen. Nee, ik ga je niet helpen. Oké. Ja. Huh? Vul de reeks aan het juiste getal. 1024, 128, 16. Ja, het kan alleen maar lager zijn, hè. Vierkantswortel of zo. 4. Wacht, hij vul de reeks aan met het juiste getal. Deze allemaal. Ja. Maar jong, dat is nogal moeilijk, hè? Ja. Wil er ik zijn met de juiste getal min? Pak je tijd. Maar zeg! Deze, kijk, ding na. Maar moet er hier dan een figuurtje komen? Nee, vul er ik zijn met de juiste figuur. Dus jij moet van A, B, C, D of E het juiste figuur van boven zetten. Huh? Ja, maar dat begrijp ik niet. Hoezo begrijp je dat niet? Nee. Hoezo ik moet begrijp je niet? Nee, je moet kijken hier wat de volgende moet zijn. Schat, please, denk na. Please, kijk. C dan. Ja, ze. Ik snap ook die zin al niet. Welke lijkt het minst van die 5 op die andere 4? Ah, ik vind B. Ik vind B. Of een biljart van 1 bij 2 meter ligt een biljartbal. Met gewone afmetingen los van de band. Hij wordt zonder effect weggestoten en rolt vervolgens 3 meter. Hoeveel banden kunnen er maximaal geraakt zijn? 6. Ja. Is dat juist? Dat weet ik niet. Hoeveel stippen
die allemaal even ver van elkaar afvliegen, kan je maximaal... Hè? Je pakt een bol en die stippen. Hoeveel kun je erop kwijt? Ik snap die vraag. Die even ver van elkaar liggen. Op een bolletje? Ja. Ah, nee, nee. Acht. Want je moet in het midden en dan van boven. Zo, zo. Zoals bij een klok. Zeg je zeker? Nee. Jij hebt een boekje met stadsplattegrond die in aparte kaart is opgedeeld. De kaarten zijn 12 bij 20 centimeter. Als je een straat zoekt, merk je dat die vaker bij de rand van de kaart ligt dan in het midden van de kaart. Is dat toeval? Nee. Ja, dat is toeval, hè. Maar je zegt net nee en nu ja, oké. Okay. Het... Maar zeg, dat is nog wel moeilijk. Zou het kachel is warm, de koelkast is... Koude. Koud, ja. Lees. Water is golf, lucht is wind, of storm is wind, zeil is wind. Dat kan allemaal, hè. Dat kan allemaal, maar er is maar één juist antwoord, geld. 4 maal 10 is 40 en anders 78. Dus wat ligt daartussen? Nee, vermenig het. We vinden het wel precies. Tussen... 19. Wat zeg je allemaal? A, B en C. Ha, wacht, dat je 3 dingetjes. Hoeveel keer kun je die van plaats wisselen? 24. We kijken resultaat. Nu gaat het komen. Nu gaat het komen. 5 op 24. Ik heb een IQ van 90. Dat is gemiddelde IQ-score van Vlaming is 100. Hè. Dus je zit onder het IQ-score van de Vlaming. Maar deze was wel... Deze kun je dan niet weten. Ja, maar ik had wel sowieso meer 5 op 24 gehad. Ik ga gewoon kijken welke... Ik heb wel 5 juist. Ik wil gewoon kijken welke je juist hebt. Vul de reeks aan met het juiste getal. Deze was ook gegokt. Vul de reeks aan met het juiste getal. Deze was deze, dat was gegokt. Maar deze zijn de foute antwoorden, denk ik. Hoor. Ah ja, nee wacht. Het zijn alle foute antwoorden. Je hebt 5 op 24. Een IQ van 90. Ja, maar op dit kun je dat niet weten. Hoezo? Dat is een IQ-test. Hoe kun je dat niet weten? Wat een moeilijke IQ-test is. Ja, maar dat is alleen rekenen. Ik ben veel beter in talen en zo. Dat heeft ook niet met je IQ te maken. Jawel. Weet je, ik ben at least, ik ben niet naïef. Of ik kan doen alsof ik slim ben. Ze kan wel doen alsof ze slim is. Maar slim zijn, dat is iets anders. Maar nu expose je mij. Maar je expose jezelf? Dat is niet waar, hè. Jong. Dat is veel te moeilijk. Allee, wat is dat? Dat komt je toch ook niet in het dagelijks leven. Maar jawel, dat is toch... Dat is toch E. Dat begint hier een hoekje, dan hier beneden. Dan linkerhoekje naar linksboven. In het midden, dus het volgende is gewoon van onder in het midden. Dat is toch logisch? Nee. Hoezo? Kijk, en deze had hoekjes. En die was recht en de rest was niet. Ah, jawel. Thanks om te kijken. Zoals jullie weet, is Lee niet van de slimste. Maar ik hou van haar. Ik ben wel niet super dom, hè? Nee, maar je bent ook. Je bent niet super dom, je hebt 5 of 24. Anyways, ik hoop dat jullie de video mijn leuk vond. Rekenoefeningen. Ja, rekenoefeningen is meer een deel IQ. Ik hoop dat jullie de video leuk vond. Drop een like. Comment down below wat jullie misschien een volgende video zou willen zien van ons twee samen. En I'll see you. Peace!